grens van het Romeinse Rijk, de Limes, volgde in Nederland de Rijn en doorkruiste zo Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Het Limesjournaal brengt het nieuws van de Limes. Welkom bij het Limesjournaal van 3 juli 2018 met als hoofdpunten spectaculaire bloklichting Romeinse boot langs de Maas. Bodegraven laten Limes in een stripboek vereeuwigen. En een nieuwe rubriek Koken met Claudia. Bij het plaatsje Dreumel in het zuiden van de Betuwe is sinds enkele jaren een ongelooflijke opgraving aan de gang, waarbij grote hoeveelheden Romeins vondstmateriaal wordt geborgen. Dit gebeurt tijdens grootschalig graafwerk. Het project heet Over de Maas en wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers, gesteund door professionele archeologen. Zoals aangekondigd in het vorige Limesjournaal werd op 21 juni een Romeinse boot geborgen. Het Limesjournaal was daar natuurlijk bij. Waar kijken jullie naar? Een kano. Een Romeins kano. Mogelijk opgeboeid. Gaan we allemaal nog achterkomen. We weten al wel wat dingetjes. Romeinse tijd. Jullie staan met z'n allen nu op een voormalige rivierbedding. Of ja, op een opgevulde rivierbedding eigenlijk. Eigenlijk staan jullie met z'n allen nu in de Romeinse tijd. Hoe cool is het? Helemaal compleet. 10 meter lang. Schoon aan de haak. Mooie details, denken wij. We hebben een paar kleine kijkgaatjes gemaakt. Puur en alleen om de constructie aan te kunnen brengen. We doen het op een manier. De kano is ontdekt door Julian Vendelmans. Een van onze werkgroepleden die wat mij betreft een metaaldetector. Aan de kopse kanten van deze kano zaten er een paar spijkers, bleek achteraf. Julian, sinds tweede, derde of misschien vierde jaar na Christus. En wij tillen haar nu compleet in die kist uit de tijd. 2. Hey. Hey. Ja. Hey. Tijdens het Romeins festival in Alphen aan de Rijn ontving wethouder Kees van Velzen in het bijzijn van een Romeinse schone het boek Beauty and Fashion over de laatste trends uit het oude Rome. Beste burgerij, als senator van deze belangrijke stad, Limesstad, gebeurt hier iets heel belangrijks. Twee edele dames hebben samen een mooi boek geschreven om de cultuur van de Romeinen door te geven aan onze generatie. We zijn er erg blij mee. We danken u voor uw komst. En dit grote moment maakt u met ons mee, keizerin, de grote Caesar, om dit mooie boek in ontvangst te nemen. Het is mijn grote eer om dat te doen. En ik wil u hartelijk danken voor de schoonheid die u beschreven hebt van de dames en van de heren in het Romeinse Rijk. Dank jullie wel. Dorothee. Het boek is geschreven en samengesteld door Dorothee Oldhoff en Martine Teunissen. Uitgever is Sidestone Press en kost €19,95. Waar ligt het Castellum van Bodegraven? Hoe groot is het Castellum van Bodegraven? En is het Castellum gebouwd op het riviertje de Oude Bodegraven? Allemaal vragen waarover al jarenlang een hevige discussie wordt gevoerd door archeologen. Op 28 juni heeft de gemeente Bodegraven-Reewijk hierover een discussiemiddag georganiseerd met alle hoofdrolspelers. Wij worstelen toch hier wel een beetje met de vraag van, hoe moet dat? En vooral ook van, wat hebben wij nu in de aanbieding? Wat is er bij ons zichtbaar of zichtbaar te maken van wat Bodegraven-Reewijk heeft betekend en nog betekent? Als het om de Limes gaat en om het werelderfgoed. Paul Rouwing, adviseur archeologie. Vanmiddag was een bijzondere middag, denk ik. Ja, dat was echt heel bijzonder voor mij, want het is iets wat ik al heel lang wil, misschien wel 25 jaar. Dat we een keer alle mensen die er verstand van hebben bij elkaar zetten. En dat ze elkaar in de ogen kunnen kijken en dan hun mening kunnen geven. Te beginnen ben ik niet echt de ontdekker van Romeins bodegraven. Dat is Kees Beunder natuurlijk. Bekende lokale archeoloog hier in Bodegraven, maar wij zijn de eerste die echt duidelijke Romeinse sporen van Romeinse gebouwen, met name een poortgebouw, hebben gevonden. En toen was dus duidelijk dat er in Bodegraven een castellum gestaan moest hebben, want anders heb je een poortgebouw. Groot, normaal, Limes castellum, zoals we in Alphen aan de Rijn hebben, in Zwammerdam. Iets kleiner misschien dan in Valkenburg. Nou, vrij vergelijkbaar aan de Rijn, heel dicht op de Rijn. Jaren 40, nou, in 61 na Christus hebben we een dendrodatering, een jaarring onder
onderzoek van twee palen van het poortgebouw. Ik denk dat hij toen verbouwd is geweest. Hè. Dus in de jaren 40 poort, verbouwd gedeeltelijk in de jaren 60. Misschien zijn de palen verrot of heel drassig is het hier. Dus misschien is daar iets misgegaan. Wat we eigenlijk hebben gedaan is een inventarisatie van alle data die er al lag. Een mening van de amateurarcheologen die in principe het erfgoed gered hebben door het netjes uit de bodem te halen. Maar wij hebben daar zij hebben daar een goed rapport over geschreven. Maar wij hadden een iets andere mening erover. Dus we hebben een schwung aan die interpretatie gegeven. Waardoor ik denk een beter beeld van bodegraven nu op de kaart staat. Het is niet een heel klein fortje. Het is zeker geen mini-kastellum. Maar het poortgebouw wat er is, dat mag je verbinden aan een doorsnee oude Rijnfort van een metertje of 80 bij 100. Dus een serieuze vesting gewoon in het rijtje. Ik zou zeggen dat je iets Claudisch hebt, Claudisch Nerons, en dan dat ding in 61. En dan loopt hij door tot, dat weten we niet precies, vast tot en met de Bataafse opstand. Maar verder dan dat hebben we eigenlijk concreet niet in handen. Als je een beetje denigrerend van, het is een mini-kastellum. Terwijl eigenlijk, we hebben een heel mooie poort, dus het kon nooit een mini-kastellum zijn. Ik heb zoiets van, vanmiddag moet eigenlijk, nadat alle deskundigen eigenlijk wel over eens zijn, het is een volwaardig kastellum geweest. Dan moet je nooit meer in mijn bijzijn gaan zeuren over mini-kastellum. Dat is verleden tijd voor mij. Ik zal wel gaan voorstellen om te gaan kijken van, dat kunnen we wel heel gericht kunnen onderzoeken. Misschien grootschalig, alleen het gebied niet, maar kleine dingen kunnen we wel zeker doen. Dus ik ga zeker maar kleins op de tafel om te kijken waar eventueel winst te behalen is. Waar kunnen wij alsnog onderzoek doen? En we blijven nog even in Bodegraven. En ook een beetje Zwammerdam. Op 14 juni werd in Fort Wierikerschans een bijzonder boek aangeboden aan wethouder Leendert Jan van den Heuvel. Hem werd een stripboek uitgereikt met een spannend avontuur langs de Romeinse Rijn. Een kleine maar bijzondere rol was weggelegd voor Jasper Duinersveld, die als cliënt betrokken is bij het Limes bezoekerscentrum Nicropulum in Zwammerdam. Het stripboek heet De Romeinse inval in Nederland en België. Dat is een educatief stripboek, er zit ook een lespakket achter. En dat is eigenlijk uit een spontane opwelling ontstaan. Jan Kracht is schrijver en uitgever van educatieve stripboeken. Tijdens een netwerkbijeenkomst recreatie en toerisme raakten we aan de praat. En toen zeiden ik geef stripboeken uit, educatieve stripboeken. Ik heb nog niets over de Romeinen. En toen zeiden we van dan gaan we kijken of we dat kunnen uitgeven. Ik heb daar een voorstel voor gemaakt voor de erfgoedtafel Limes bij de provincie. De provincie heeft het hele project voor 50% gesponsord. En daar waren we heel blij mee. Bodegraven Reewijk doet ook mee. Het Streekmuseum Reewijk sponsort een deel en het Archeon doet natuurlijk mee. Uiteindelijk bleek tijdens de presentatie van het project mensen van Ipse de Brugge in de zaal te zitten. Die kwamen naar mij toe en toen zeiden ze, we hebben een cliënt, een jongen met het syndroom van Down, maar helemaal gek van Romeinen. Jasper Duinersveld weet er heel veel van, heeft cursussen bij ons gevolgd en is ook heel graag Romein, Marcus Cresto heet hij dan. En toen dachten we, dit is te mooi om waar te zijn en Jan Kracht, de schrijver van het verhaal, heeft Jasper weten te verwerken in het verhaal. Dus het is geschiedkundig helemaal nagekeken. Het klopt precies. Maar er zit een kleine glimlach naar de huidige tijd. En als je Jasper kent en zijn foto's ziet, dan herken je hem in de strip. En hij heeft vanmiddag het stripboek als eerste exemplaar overhandigd aan de wethouder van de gemeente Bodegraven-Reewijk. In bijzijn van de provincie en een aantal genodigden. Het is een heel gezellig feestje geworden en Jasper zijn dag kan niet meer stuk. Hele Ipse de Brugge. Ik wil jullie bedanken voor het over het Limes van over Romeinen. En heel veel succes. Allemaal mag in de haven eten. Op zaterdag 7 juli is het Castellumplein in het Zuid-Hollandse Valkenburg bij Leiden weer het decor van de Dag van de Romeinen. Dit wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Valkenburg. En het Torenmuseum met zijn prachtige collectie beroemde vondsten is de hele dag geopend. Een overvol programma met Romeins vermaak, zoals eten, drinken, gezelligheid en Romeinse liederen. Welke liederen er werden gezongen in het leger van Julius Caesar, dat weten we niet. Maar sinds kort weten we wel hoe hij eruit heeft gezien. Want ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe boek
van Tom Buitendorp over Julius Caesar, heeft Maya Dolosie ook het gezicht van de beroemde generaal gereconstrueerd. Dit is onthuld op 22 juni in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In het onderzoek voor het boek over Caesar in de Lage Landen was ook een van de elementen hoe zag Caesar eruit. Ik ben op het spoor gekomen dat er in Turijn een buste is, die je hier op de voorkant ziet, die om allerlei omstandigheden de meest authentieke buste is die we hebben. Nou, dit is niet echt een reconstructie, maar het is de reconstructie aan de hand van twee bustes. En deze buste die is normaal in het RMO in Leiden, dat was de basis. En al de dingen die ontbreken aan deze buste heb ik van de buste van Tusculum gehaald. En dat is dus een van de weinige, misschien wel de enige buste die dus gemaakt is tijdens het leven van Caesar. Dus men neemt aan dat die vrij betrouwbaar is. En dit is dus eigenlijk een soort amalgaam geworden van de RMO-buste en de Turijnse buste uit Tusculum. En bij die nieuwe afdeling, Nederland in de Romeinse tijd, daar zal de bezoeker als eerste geconfronteerd worden met ons portret van Caesar uit Nijmegen, de Hunerberg. En ook met de reconstructie die we vandaag hebben onthuld. Want het is nu aangetoond met het boek van Tom Buitendorp dat het toch wel heel waarschijnlijk is dat Caesar de eerste Romein is met zijn legioenen. Die ook de eerste kennismaking met de Romeinen in deze streken heeft veroorzaakt. Op 7 juli treedt de schrijver weer op. Ditmaal in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Ter gelegenheid daarvan zendt het Liemers Journaal een uitgebreide reportage uit. In het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed opent in Londen een tentoonstelling over de hele grens van het Romeinse Rijk, de Frontiers of the Roman Empire. Deze grens loopt door 3 werelddelen, Afrika, Azië en Europa. De tentoonstelling laat de grens zien als historische lijn die tegenwoordig vele plaatsen en mensen raakt. De boodschap die de uitnodiging meegeeft is: What joins us is greater than what divides us. Wat ons verbindt is sterker dan wat ons verdeelt. Een boodschap die veel betekent vanuit het land van de Brexit. De tentoonstelling is te bezoeken in het Europe House in Londen. In de Romeinse tijd werd heerlijk gegeten. De Nederlandse onderzoeker en keukenprinses Claudia van der Poel heeft het boek geschreven Sapor Limitis, de smaak van de grens. Daarin presenteert zij Romeinse recepten gemaakt van producten die langs de Nederlandse limes werden gemaakt. Het boek is al jaren een grote hit. Voor het Limes Journaal was Claudia bereid een klein recept te bereiden. Nu gaan we aan het recept beginnen, asperges 1. Ik ga de asperges op een Romeinse manier sauteren in de pan. En daarvoor ga ik er eerst olijfolie in doen. De pan is al goed heet. We gaan de asperges erbij. En flink wat peper. Namelijk heel erg lekker. Maar het moet nog even staan. Na een minuutje bakken. Dat alles lekker knapperig en gedrenkt is in de olijfolie. Is het klaar. En dan zijn ze zacht en knapperig tegelijk. En dan gaan ze in de schaal. Eet smakelijk. Echt lekker. Het boek Sapor Limitis is overal verkrijgbaar voor €19,95... en een must voor elke moderne keuken. Geniet van de limes in alle geuren en kleuren. Tot het volgende Limes Journaal.